BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur. Ja, welkom terug bij BNR Zaken doen. Economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is al weken onrustig rond het AstraZeneca-vaccin. Tot 2 maal toe werd de vaccinatie met de veelbesproken prik stilgelegd wegens de mogelijke bijwerkingen van het vaccin. De communicatie bleek gebrekkig, waardoor het kabinet achter de feiten aanliep. En om wat duidelijkheid daarover te scheppen is bij ons de gast José Sanders. Zij is hoogleraar communicatie aan de Radboud Universiteit. Hartelijk welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, José... Even op de vrouw af. Zou je zelf een AstraZeneca-prik accepteren? Ja, direct. Ja? Ja, meteen. Ja. Als ik uit de uitzending... Maar je bent 60 min? Ja, niet zo lang hoor. 55. Heel ja, goed. Nee, ik zou het echt meteen... En ook graag. Ja. Ja, ik zou heel graag het vaccin willen hebben. Maar goed, het is niet voor mij, want ik ben jonger dan 60. Dus kan niet meer. Nee. Ja. Nou, ik hoor daar wel van op, want als je het nieuws volgt... of wat je steeds hoort is van, pas op, bijwerkingen, trombose. Ja, ik denk dat de bijwerkingen die nu gevonden zijn... daar zijn de deskundigen voor... dus die stellen vast dat er echt een causale relatie is... tussen het vaccin en de bijwerking die gevonden is. Ja, dat zijn heel kleine aantallen die gevonden zijn... en we moeten goed beseffen dat die vooral ook gevonden zijn... doordat er zo ontzettend veel mee gevaccineerd wordt. En dus bij elk vaccin... kan een bijwerking optreden. En maar zoals we een aantal maanden geleden ook al konden voorspellen... is als je heel, heel veel mensen gaat vaccineren... dan ga je ook bijwerkingen van vaccins krijgen. Dus het risico daarop is heel erg klein. Ja. Maar het is aan de Gezondheidsraad om te bepalen... Ja. Of dat te groot is of klein genoeg om het toch door te vaccineren. Dat is niet, daar zijn gelukkig deskundigen voor. Maar dat dat ging gebeuren, dat was te voorspellen... Ja, en als je mij nou zou vragen, zou jij het nemen? Dan zou ik het. Ik zou dat risico wel durven nemen. Ja, want dat risico en de omvang van het risico, het risicopercentage, is piep en piep klein. Is heel klein, ja. Maar en toch alleen al door het te benoemen, ja. Door te zeggen van er is een bijwerking vastgesteld, er is iemand overleden en er zijn gevallen van trombose geregistreerd, is al genoeg om mensen huiverig te maken. Ja. En kijk, want iedereen denkt natuurlijk bij zichzelf... de kans is heel klein, maar als hij mij treft... dan is het gelijk een heel groot probleem. Ja. Dus dat is natuurlijk altijd een dilemma voor mensen... die over risico's moeten communiceren. Als het een heel klein risico is, maar op iets heel ernstigs... ja, dan wil je natuurlijk toch heel graag dat dat jou voorbij gaat. En dan kan je dat in je gedachten heel groot maken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat bij sommige mensen gebeurt. En die gaan dan zeggen, nee, maar dat wil ik niet. En ik denk dat de Gezondheidsraad heeft geoordeeld... wij vinden het risico weliswaar heel klein... maar voor de mensen die het treft heel ernstig. En wij vinden het om die reden... ernstig genoeg om te zeggen, we doen het niet meer. Maar de gevolgen van dat besluit zijn natuurlijk... die gaan heel groot, die zijn heel vergaand. Dat is ook hoe die communicatie terechtkomt bij burgers natuurlijk. Ja. Dus heel veel mensen die vinden daar dan ineens wat van... of die schrikken daarvan. En die zullen door de manier waarop er over gecommuniceerd is... De conclusie trekken van, ik maar even niet voorlopig. Nou ja, ik denk dat wat de overheid probeert... en ook het RIVM en de Gezondheidsraad... is om heel transparant te zijn. Kijk, zij hebben natuurlijk geen enkele behoefte... om dingen weg te moffelen. Want dingen... die later ontdekt zijn, dat is altijd nog veel erger. Dus zij redeneren, we moeten transparant zijn. We moeten over alle kansen en ook over wat er dan gebeurt... als jou die kans treft, moeten we transparant zijn. Dus dat doen ze. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk... dat er nu heel veel vaccins niet gezet gaan worden... en dat heel veel mensen zijn gaan twijfelen. En dat is echt een effect waarvan ik me afvraag... had je daar nou niet wat meer op kunnen vooruitlopen? Dus de overheid had natuurlijk misschien kunnen nadenken over... wat doen we... als die misschien wel onvermijdelijke bijwerkingen gaan komen. Want ik heb een tijd geleden wel interviews gelezen met virologen... en deskundigen over vaccinatie. En die zeiden, en nu is het de witte broodstijd. Iedereen vindt het fijn. Alles prima, roze helemaal aan het begin, iedereen hoi hoi. Nou, en dat is ook logisch. Iedereen zit te springen om een vaccin natuurlijk. Of de meeste. En dan weet je, als je zulke grote aantallen mensen gaat vaccineren... dan weet je dat die bijwerkingen gaan komen. Wat doen we dan als die gaan komen? Nou, en het lijkt wel of daar geen strategie voor is. Daar is niet over nagedacht, hoe gaan we daar nou over communiceren? Dus het is iedere keer van incident naar incident. Stoppen, doorgaan, groep uitzonderen, die groep weer wel, die niet. Ja, het is geen wonder dat mensen dan aan twijfelen raken. En was een optie geweest om dan maar wat minder transparant te zijn?
Ik denk dat men uit het verleden... Dat ga je dan haast denken. Ja, ja. Als overheid moet je misschien ook wel de verantwoordelijkheid nemen... om niet alles door te geven aan de burgers. Of aan het begin veel meer snelheid maken. Kijk, want wat je bijvoorbeeld ziet in Engeland... is dat ze in het begin enorm het gas erop hebben gezet met die AstraZeneca. Dus toen de eerste bijwerkingen aan het licht kwamen... toen was al een groot deel van de... Ik denk dat ze toen al een heel groot deel van de mensen gevaccineerd hadden. He, dus door zo meticuleus te werken, zoals we in Nederland doen... He, met al die opname, natuurlijk moet het opname, maar ik wil maar zeggen op leeftijd, op een persoonlijke brief, moeten bellen. We zijn zo geïndividualiseerd en gepreciseerd bezig dat het echt van leeftijd naar leeftijd naar leeftijd naar beneden gaat. He. Eerst de 77 en 68-jarigen. En ik moest ook al schakelen dat ineens naar 60 minners, terwijl daarvoor hadden we het steeds over juist dat ouderen als eerste moesten worden gevaccineerd. Ja, maar dat waren volgens mij 60 minners, waarbij dan weer als eerste de mensen met obesitas en met Down-syndroom. Dus het gaat op hele kleine doelgroepen uitgezaaid en dan op naam. Kijk, en dat geeft zo een individualisering, denk ik, van het hele vaccinatiegebeuren. Dat daardoor mensen ook het gevoel krijgen van... ja, oh, ja, zal ik wel, zal ik niet? Alsof ze een keuze hebben. Nou ja, dat hebben ze natuurlijk wel. En dat wordt ook steeds benadrukt en dat is ook... denk ik, een keuze die we als Nederland met elkaar gemaakt hebben. Je hebt ook landen waarin het wordt afgedwongen. Dat soort landen zijn wij niet. Dus zo gaan we niet met elkaar om in dit land. Maar als je het zo extreem individualiseert zoals het nu gebeurt... dan moet je denk ik ook niet verbaasd zijn... dat mensen die twijfel in een negatieve keuze gaan omzetten.